Zeg Youssouf is de beste. Youssouf is de beste! Cheers mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ten eerste wil ik beginnen met Eid Mubarak voor als je dit ziet. Het is vandaag offerfeest voor de mensen die niet precies weten wat het inhoudt. Het is vandaag offerfeest. En ik ga zo meteen een schaap halen. Geen levende schaap. Hij is al geslacht en et cetera. Alles is er al mee gedaan. Hoe gaat het in zijn werk? Normaal gesproken regel je een schaap ruim van tevoren. Ik doe het letterlijk een uur geleden. Ik was te laat, maar op een gegeven moment heb je toch iemand kunnen vinden die een schaap voor me kan regelen. Dus, hoe gaat dat in zijn werk? Degene met die schapen, zeg maar, die komt in een vrachtwagen ergens naar een open terrein toe rijden. Daar kom je naartoe dan met je nummer 214, 215, 216, et cetera. En dan geef je die nummer aan hun. En dan, zij gaan uiteindelijk roepen, zeg maar. Ze halen het eruit en dan roepen ze 214. Dan moet je zeggen, ja, de meeste mensen hebben al betaald. Ik heb nog niet betaald. Voor de mensen die zich afvragen hoeveel kost zo'n schaap. Ergens tussen de 220 en 250 euro. Zoveel kost de schaap, mensen. En natuurlijk gaan we niet die schaap helemaal in ons eentje opeten. We gaan natuurlijk delen met mensen die het minder hebben. Dus dat moeten we even bekijken hoe we dat precies gaan doen. Dat is ook een onderdeel van zakat. Geven aan de armen. Dus nu ga ik me even ready maken. Even weer mijn nette kleren aandoen. En dan ga ik richting daar naartoe. Ja. Zo, Michel. Wil je haar mooi doen? Ja! Kijk, doe je een beetje water zo. Zo, een beetje water. Zo. Goed zo. Dan voor jou wax doen, kijk. Zie je wax? Kijk, ruiken. Kauwgom. Kom een beetje hier staan, een beetje achter zo. Goed zo, stoppen maar. Oké, voor jou doen. Wow, je mooie haren, zo mooi. Doe een beetje doen. Zo, mooi hoor. Echt mooi, kijk maar daar. Mooi hè, doe maar zo. Zo. Goed zo. Zo, kijk eens. Toppie. Goed hè. Box. Volgende patiënt, is je haar nat maken. Hier blijf staan. Gewoon één plek blijf staan. Wat gaan we met deze doen? Probeer het die kant te doen, maar kijken. Dat kan met jouw haren. Doe maar zo. Goed zo. وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Zoals jullie zien ben ik helemaal klaar. Overhemd aan, alles. Alleen ja. Het weer werkt mee. Regen! Moet regen schapen alle heen en weer blingen? Bloem! Het is al 2 uur geweest. En ik denk dat die mensen... Ze zijn sowieso wat later altijd. Ze zijn altijd te laat en zo. Maar ja. Ik moet even kijken wat ik ga doen. Jullie zullen vast denken, waarom staat hij nou weer in zijn hemd? Ik wilde net gaan. Ik dacht, weet je wat, het is nu een beetje droog geworden. Ik ga gewoon... Kom ik bij mijn scooter, zie ik dat de achterband lek is. Ik rij hier naar een benzinepomp, probeer te pompen, hij blijft lek. Betekent gewoon dat die achterband gewoon, die moet vervangen worden. Heb ik weer. Maar ik heb in ieder geval het geluk dat mijn neef een auto heeft en dat hij deze kant op kan komen. Dus wacht op mijn neef dan maar, hè. Ja. Hey.
was hier om 1:30. Dus ik denk nou, ik ruim 4:30 weg. 3 uurtjes. Hier, dit volgende. Dit. Ja. Nou, schuil ik ze neer. Jij mag ook een beetje die shine geven. Hier, kom hier. Dit. Hier tussen. Ja. Nou, wat schreeuw is. Zeg, YouTube is het beste. YouTube is het beste! Kijk, hij is omgekeerd. Wallah. Yo mensen, nou, eindelijk zit die schaap in de kofferbak. Ja, chaos daar, zo chaos. Mensen pakken andere schapen. De mensen hebben betaald, hun schaap is daar niet. Je temmeren. Vlijt hij maar. Is hij daar? Heeft je vader schaap op? En, ik ben thuis. Moe. De schaap heeft mij moe gemaakt. Wacht, hij is niet scherp. Is hij scherp? Ja, hij is scherp. Die schaap heeft mij moe gemaakt. Wat is dat? Heb je jou moe gemaakt? Ja. Waarom kun je dat zitten in de stand zo? Hij zegt tjolik. Heeft hij ook tegen mij gezegd? Hoorde, hoorde. Hé. Bartke. Ja, dat snap je. Je moet gewoon kloosje. Jij loosje hoor. Tof. Hoe moet ik? Zij gaat dit zo, ga je dit allemaal zo op vlog gooien? En lips. Jij loosje hoor. Ja, gewoon veel losjoi. Jij moet mij straks naar die kant op gaan. Jij hier alleen thuis zitten, kip eten. Moet ik kip laten zien? Ik ga zo kip laten zien dan. Maar jij is voor mij zeker 100%. Zet. Eet kom maar brood. Eet kom maar brood. Bara Mubarak. Mera Mubarak. Hij is niet scherp, man. Ik wil hem maar open. Niet filmen. Film jouw buik. Mooi buik, lekker gevuld. Mooi. Yo mensen. Nou, zoals jullie zien is het laat in de avond. En aan mijn hoofd te zien zien jullie dat ik niet helemaal 100% ben. Ik voel me ook niet meer goed. Ik voel me misselijk. Ik weet niet door wat het precies komt. Maar ik viel zeg maar in slaap toen ik thuis kwam. Vanwege die schaap heeft zoveel hoofdpijn verzorgd daar zo. Die mensen hadden geen systeem, niks. Uren daar. Heen en weer rennen, schreeuwen. Gadverdamme, nooit meer. Voortaan gaan we het professioneler aanpakken. Maar toen ik thuis kwam viel ik in slaap. En nu ben ik hier zeg maar. Ik ben nu mezelf mee aan het voorbereiden, soort van. Kijk, hier staat mijn koffer. En dan gaan we zo meteen richting Servië. Het enige probleem, ja, ik moet zelf naar Schiphol komen. Dus wat ik moet doen is zo meteen om 5:30 de tram pakken, richting Centraal Station. En daar zie ik Noah. Vanaf daar pakken we de trein naar Schiphol en dan gaan we met vliegtuig eerst naar München. En dan van München naar Belgrado.
En dan zijn we in Belgrado en dan moeten we volgens mij weer ergens naartoe rijden daar. In ieder geval, ik ben daar ergens in de middag. Ik heb geen video voor jullie kunnen maken voor op zaterdag, dus voor op morgen zeg maar. Het is mij gewoon niet gelukt. Ik zal jullie proberen gewoon up-to-date te houden met hoe alles daar gaat. Maar ik weet ook niet hoe het precies daar gaat verlopen. Dus ik weet ook niet of ik daar internet heb of iets. Of wifi kan regelen daar. Dat weet ik ook niet, weet je. Dat is gewoon weer hetzelfde gedoe als in Marokko. Dus ik hoop niet dat hetzelfde als in Marokko is, zeg maar. Dus ik hoop dat het wel goed gaat komen. En ik hou jullie natuurlijk gewoon up-to-date. Zondagavond ben ik weer terug. Dus vrijdag, dus het is vrijdagmiddag ben ik daar. Overnachten. Zaterdag hele dag daar. Overnachten. En dan zondag een halve dag daar. En dan weer naar huis toe. Dus ik zal ook meteen een einde maken aan deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En zoals altijd weten jullie dat ik afsluit met een... Pauw!